een van die hoge officieren afwachten. Toen werd er een deur open gedaan. Er kwamen 10 jonge jongens van een jaar of 20 uit die vrachtwagen. Die werden daar neergezet. En die Duitsers zeiden, koeken ze maar al, iedereen moest kijken. En die werden allemaal ter plekke doodgeschoten. De jongens die lagen daar, niemand mocht zich verroeren. Het was verschrikkelijk. Dames en heren, hier zijn we weer op stap in West. En vandaag praten we over het project Oorlog in mijn buurt.